leren dat je met elkaar samenwerkt. Dat is een beetje rumoer natuurlijk in het atrium. Nou, welkom bij alweer de derde vlog over het multifunctionele onderwijsgebouw. En deze vlog staat in het teken van duurzaam ontwerpen. Het nieuwe onderwijsgebouw wordt namelijk erg duurzaam. Nou, ik sta op dit moment in Amsterdam en ik sta voor Paul de Ruiter Architecten, zoals je kunt zien. Daar. En ik ga met Paul praten over hoe hij tot het ontwerp is gekomen van het gebouw en wat er allemaal komt kijken bij zo'n proces. Dus ja, laten we naar binnen gaan. Dit wordt het nieuwe gebouw. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, dat is het nieuwe gebouw. Dit is het Polakgebouw. Dit is de Plaza. En dat is bijna vergelijkbaar gebouw als het Polakgebouw. En dat hebben we hier neergezet. En wat we dachten, we gaan het atrium van het Polakgebouw trekken we als het ware naar de Plaza toe, zodat je inzicht in het gebouw hebt. Het is ook een noordgevel, dus je kan ook heel mooi naar binnen kijken, gewoon heel mooi aanlicht. En er zit een heel groot houten volume in. En we noemen het de boomhut, waarin je zo op kan studeren, waar je van de verschillende platforms eigenlijk naar de verschillende klaslokalen kunt gaan en leerplekken. En kan je een beetje vertellen over het proces? Hoe dat is gegaan? Ja, het proces, het is een prijsvraag geweest. Dat betekent dus dat meerdere architectenbureaus een ontwerp mogen maken. En wij dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan vragen naar studenten wat zij van het nieuwe gebouw vinden. Ze hebben onderzocht en met studenten workshops gedaan. En zij hadden heel erg behoefte aan een plek waar het rustig is, een plek waar veel kleur is, waar heel veel natuur is in het gebouw en waar het fijn vertoeven is. Dus wat een beetje huiskamerachtig gevoel. Mm-hmm. En zo hebben we gedacht, nou, we gaan een gebouw maken wat heel erg met planten voorzien is en een gave constructie erin, zodat je denkt, nou, dat is leuk om in te studeren. Ja, en het gebouw is ook erg duurzaam. Hoe heb je duurzaamheid geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw? Ja, we hebben duurzaamheid geïntegreerd in het ontwerp door na te denken hoe kun je zo slim mogelijk een gebouw maken, dus met zo min mogelijk middelen. Dus met heel weinig materiaal hebben we een gebouw gemaakt. Maar ook de materialen die je gebruikt moeten natuurlijk duurzaam zijn. Dus heel veel gerecyclede materialen hebben we toegepast. En heel veel hout en houten constructie hebben we toegepast. Dus de boomhut die in het midden in het atrium staat is helemaal van hout gemaakt bijvoorbeeld. En heel veel hout komt er in het hele gebouw terecht. Als je dan binnen gaat, dan kom je binnen en dan heb je je studieplekken. Daar is een koffiebar. Hier zie je dat je collegezalen hebt. En hierbovenop heb je allemaal studieplekken en ook heel veel collegezalen. Waar moet je rekening mee houden als je duurzaam wilt ontwerpen? Waar je rekening mee moet houden is natuurlijk dat het gebouw op alle mogelijke manieren goed scoort. Dat betekent dat je met zo min mogelijk materiaal, met zo verantwoord mogelijk materiaal, dat je met zo min mogelijk energieverlies gebouw maakt. Maar het belangrijkste natuurlijk is dat je gebouw maakt waar mensen zich prettig voelen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus je moet erna nadenken waar voelen mensen zich prettig en waar voelen studenten zich prettig in. En vanuit daar ga je een slim gebouw maken. Als je dan de trap oploopt bijvoorbeeld, dan heb je zo op de trap en in de boomhut heb je ook heel veel studieplekken. Dit zijn studieplekken die, laten we zeggen, als het goed gaat met je studie en als je wat rustiger wil studeren, dan ga je op andere verdiepingen in een afgesloten ruimte zitten. Of je hebt stilteplekken en zo. Je hebt heel veel verschillende plekken in het gebouw waar je op verschillende manieren kan studeren. Je kunt in werkgroepjes samenwerken, maar je kunt ook blokken voor een tentamen bij wijze van spreken en rustig even je cijfer ophalen of cijfer verhogen. Maar je kunt ook college krijgen in de ruimte. Het is heel multifunctioneel. Daarom heet het ook een multifunctioneel onderwijsgebouw. Dus op heel veel verschillende manieren kun je eigenlijk kun je studeren. En dit is dus voor projectjes die mensen in groepjes en zo kunnen. Ja, groepjes denk ik wel. Hè. Als je mm-hmm. hier dat je met elkaar samenwerkt, dat is een beetje rumoer natuurlijk in het atrium. Mm-hmm. Als je door deze ruimte heen gaat, dan zit een deur eigenlijk en dan heb je wat stillere ruimte. Nou, dat was alweer de vlog met Paul de Ruiter. Ik vind het er allemaal heel goed uitzien, dus als ik nog studeer rond de tijd dat het gebouw er staat, zou ik er natuurlijk wel voor kiezen om daar te studeren. Ja, maar goed, hartstikke bedankt. Oké, goed, dag. Doei!